Als je kijkt naar de maakindustrie in Vlaanderen, het is een motor voor de ganse economie. 80% van de export heeft te maken met de industrie, 80% van de investeringen in R&D ook. De productiviteit in de industrie ligt 3 keer hoger de voorbije 20 jaar dan gemiddeld gezien in de economie. Dus draagt bij tot productiviteit, economische groei en jobcreatie. Maar het recept voor competitiviteit heeft te maken met focus, specialisatie, insteken op innovatie en internationalisering. Maar dit moet uiteraard gedragen worden door competitieve randvoorwaarden. Dan praten we over loonkosten, energiekosten en ook efficiënte overheden. Dat verhaal samen zorgt voor het concurrentievermogen dat we eigenlijk moeten gaan bewijzen, vooral op de exportmarkten. Want daar moet de Vlaamse industrie staan, haar mannetje staan en kunnen concurreren tegen de globale concurrentie. Wel, Flanders Make is denk ik zeer belangrijk strategisch voor de maakindustrie in Vlaanderen. We bundelen daar onderzoekscapaciteiten van Flanders Drive, Flanders Mechatronica met de 5 universiteiten. Het is onderzoek op pre-competitief niveau, op de middellange termijn. Het is eigenlijk een katalysator voor de transformatie die de Vlaamse maakindustrie moet ondergaan naar die toekomstgerichte, slimme maakindustrie van morgen. Dana Belgium hier in Bruggen is een site die onderdeel uitmaakt van de globale Dana Holding Corporation. En binnen deze organisatie spelen wij een integrale rol in het leveren van zowel driveline, thermal en sealing applicaties. Waar Dana zich wereldwijd eigenlijk toespitst op een aantal sectoren, is het zo dat wij als plant ons specifiek focussen op de off-highway sector. In eerste instantie zijn we eigenlijk het center of excellence wat betreft het produceren en machineren van gears, clutchpacks en valven. Bijkomend is het zo dat ook het monteren en testen van volledige transmissies, zowel voor medium als heavy duty toepassingen, tot onze core activiteiten behoort. Naast de operationele activiteit is het zo dat ook het globale R&D center voor transmissies en electronic controls op onze terreinen gevestigd is. Dana is al sinds 1969 aanwezig op het industrieterrein Ten Briele in Brugge. Vandaag telt het bedrijf een 500-tal medewerkers. Dana gelooft sterk in een toekomst voor de maakindustrie in België. Om onze toekomst te verzekeren, investeren we in eerste instantie bijvoorbeeld in onze machines en ons equipment. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar een nieuwe productielijn geïnstalleerd. Die bestond uit 4 nieuwe machining centers en een volledig geautomatiseerd magazijn. Nu, die investeringen om die maximaal te laten renderen, moeten we ook onze processen daarnaar aanpassen. En daar volgen we de principes van het Dana Operating System. Daarnaast investeren we natuurlijk ook in onze medewerkers, omdat zij in onze hooggecompliceerde omgeving zeker en vast de belangrijkste asset zijn. Ons state-of-the-art testlab hier in Brugge is zeer belangrijk voor Dana om verschillende redenen. Eerst en vooral ter ondersteuning van onze lokale productie, maar ook voor de ontwikkeling en onderzoek naar onze versnellingsbakken en elektronische regelsystemen. Het Brugse R&D-team ontwikkelt verschillende soorten producten voor de aandrijftrein. Die worden vervolgens geproduceerd in de vestigingen van Dana wereldwijd. Voor een aantal onderzoeksprojecten werkte Dana samen met Flanders Make. De open samenwerking die we hebben met onderzoeksinstellingen zoals Flanders Make zorgen voor expertise in technologieën en processen. Dana Brugge kon zo belangrijke know-how ontwikkelen in het gebied van aandrijfsystemen en hun aansturing. Onze ingenieurs die werken met de verschillende techcenters binnen Dana. Zij pionieren op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Dankzij die samenwerking zijn wij de globale competentiepool geworden voor ontwikkeling van mechatronische systemen binnen Dana wereldwijd. De laatste jaren heeft het bedrijf zich ook verder gespecialiseerd in de ontwikkeling van software. Software maakt deel uit van de mechatronische systeemoplossingen die wij zoeken. Uiteindelijk voor vrachtwagens, voor bussen, personenwagens en ook voor toepassingen in off-road. En via de software kunnen we die systemen in feite gaan optimaliseren. Op het vlak van softwareontwikkeling leidde de samenwerking met Flanders Make tot een nieuwe methodiek. Vroeger werd de software ontwikkeld via een handgeschreven C-code. Nu zijn we kunnen overgaan naar modellen. Modellen die niet enkel de software, maar het totale systeem uiteindelijk omvatten. En dit kunnen we nu ook realiseren met verschillende disciplines van ingenieurs. De voordelen zijn dat we uiteindelijk sneller de software ter beschikking hebben. Dat we ook meer de varianten van de software kunnen gaan aanbieden. En ultiem dat we de systemen die de software uiteindelijk omvatten, ook sneller kunnen gaan vermarkten.